Dames en heren, van harte welkom bij deel 2 van dit webinar. Mijn naam is Jacques Bettelheim, partner Business Director Public Affairs bij de Omnicom PR Group. En ik heb de eer de moderator van dit tweede panel te zijn. Ik hoop dat u samen met mij met veel interesse deel 1 van het webinar hebt gevolgd. En daarin stonden de consequenties van de verkiezing van Joe Biden. De hoogstwaarschijnlijke verkiezing, mogen we toch wel zeggen, voor de Amerikaanse politiek en samenleving centraal. Maar laat er geen misverstand over bestaan. Het komend uur vanaf nu, from now on, ladies and gentlemen, it is Europe and Netherlands first. Met andere woorden, wij gaan bekijken wat Bidens presidentschap gaat betekenen voor Europa en Nederland. Gaat de relatie tussen Amerika enerzijds en ons continent en ons land anderzijds substantieel veranderen? En hoe dan? Wat is de betekenis voor politiek en bedrijfsleven? Nou, daar gaan we komend uur over praten met vertegenwoordigers van wetenschap, politiek en bedrijfsleven. Maar we gaan er vooral over praten met u. Want we hebben uitgebreide tijd voor uw vragen en de antwoorden op die vragen van de panelleden. Wat techniek, u kunt via de questions knop in uw dashboard tijdens het webinar vragen voor de panelleden insturen. En wij gaan ons best doen, het is een beetje afhankelijk van de tijd, om zoveel mogelijk vragen tijdens de paneldiscussie te behandelen. U kunt, als u dat wilt, expliciet aangeven aan wie u een vraag heeft. Mocht u geen voorkeur kenbaar maken, dan zal ik de vraag toespelen aan een van de panelleden. En die panelleden wil ik graag nu kort bij u introduceren. In de eerste plaats is dat Rut Oldenziel. U kent haar vast als commentator op radio en televisie wanneer Amerika in het nieuws is. En dat was de afgelopen tijd nog wel eens het geval, to put it mildly. Mevrouw Oldenziel is hoogleraar techniekgeschiedenis. In het bijzonder als het gaat om de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij doseerde Amerikaanse politieke, culturele en sociale geschiedenis aan de University of Massachusetts en aan Yale University. En aan die laatste universiteit is zij ook gepromoveerd in Amerikaanse geschiedenis. Diverse boeken heeft ze geschreven en artikelen op het gebied van Amerikanistiek, genderstudies en techniekgeschiedenis. In de tweede plaats, al even persoonlijk welkom geheten, Martijn van Helvert, sinds 2014 Tweede Kamerlid voor het CDA. Geschiedenis gestudeerd, hij heeft dat vak gedoseerd op de School voor Voortgezet Onderwijs en daarna werkt hij onder meer voor de provincie Limburg en de gemeente Heerlen. Als u een kijkje neemt op zijn persoonlijke pagina op de site van de Tweede Kamer, dan ziet u zijn motto, ik pleit voor het recht om het zelf te doen. Nou, dat klinkt best een beetje Amerikaans. En als u dat in uw achterhoofd houdt, dan is het ook niet vreemd dat de heer Van Helvert onder veel meer voorzitter is van de contactgroep Verenigde Staten in de Tweede Kamer. En dat is een forum dat nog niet zo lang geleden, begin vorig jaar, is opgericht naar aanleiding van een door hemzelf ingediende motie. We komen er zo meteen over te spreken. Last but not least, Marcel Halma. Hij heeft na het volgen van het beroemde BZ-klasje, het Buitenlandse Zaken-klasje, zijn carrière is hij toen gestart als diplomaat in Brussel, Genève en New York bij de Verenigde Naties. En daarna in Den Haag als hoofdcommunicatie voor toenmalig minister van Europese Zaken, Frans Timmermans. Daarna maakt hij de overstap naar communicatie en public affairs, waarbij vermeldenswaard is dat hij enkele jaren een zeer gewaardeerd voorzitter was van de beroepsvereniging voor public affairs, de BVPA. En momenteel is hij allemaal vice president public affairs and government relations bij Nourion. Nourion is de voormalige chemietak van Axo Nobel. Hij is daarnaast verbonden aan het public affairs council in Washington DC, medevoorzitter corporate citizenship bij de European Association of Communication Directors. En hij is ook voorzitter van de EU Advisory Committee van ondernemersorganisatie PNL-NCW. Dat in het kort voor wat betreft de kennismaking. U weet wie u voor u heeft, voor zover u dat nog niet wist. We gaan de inhoud in, maar ik wil toch even een klein rondje langs de velden doen, zoals dat bij Langs de Lijn heet, langs de drie panelleden, met een vraag van een net iets andere orde voordat we het over de inhoud hadden. Waar was u? Waar was u afgelopen zaterdag om 5:30 Nederlandse tijd? En om even de Mart Smeets vraag te stellen, wat ging er door u heen? Deed u stiekem een vreugdesprongetje? Mevrouw Oldenziel.
U staat op mute, mevrouw Oldenziel, op dit cruciale moment. We kunnen u nog niet horen. Kunt u mij nu horen? Goed, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een van de weinigen was die niet heeft gekeken. Er hebben 1,4 miljoen mensen naar CNN gekeken. Al mijn buren, de groenteboer, et cetera. Maar voor mij was het cruciale moment op woensdag toen Arizona door Fox News werd uitgeroepen. Dat was voor mij eigenlijk de aanwijzing dat de voorspellingen toch de richting op gingen van een Biden presidency. Er ging niks door me heen, alleen ja, dat hadden we toch al gezegd. En dat was niet wat men wilde horen op zaterdag. En dat wil ik ook wel even benadrukken. Dat, kijk, we hebben natuurlijk met z'n allen gekluisterd gezeten bij de verkiezingen. Maar wat eigenlijk, als je het lange termijn kijkt, zijn alle verkiezingen in Amerika, zeker de laatste 20 jaar, heel erg nek en nek geweest. Dat is niet bijzonder. Wat er bijzonder aan is, is natuurlijk een presidentkandidaat of een president die het ter discussie stelt. En dat we hebben moeten wachten op de uitslag, maar niet op zichzelf, de uitslag zelf niet. En daarom is het voor mij niet een verrassing. U was niet verrast, we gaan het zo meteen uitgebreider op door. Meneer Van Helfert, waar was u en wat ging er door u heen? Nou, ik kwam net thuis. En mijn kinderen zeiden, er zijn geen schone handdoeken op de badkamer, dus toen ben ik handdoeken gaan vouwen en in de keuken, om te zorgen dat die voorzien waren. En toen heb ik de telefoon ernaast gelegd. En daar was ik dus thuis in de keuken. En wat ik vooral, ik was wel blij dat er op een gegeven moment een uitslag is, of dat een voorlopige uitslag er is. Dus dat vond ik heel erg fijn. Maar je ziet wel dat inderdaad, die onzekerheid die bij een heel groot deel van de Amerikaanse inwoners en bewoners nu nog wel is, dat natuurlijk een hele onprettige situatie is. En dat is gewoon niet fijn. En aan de ene kant kunnen we dat heel erg vinden. Ik had gisteren in het begrotingsdebat deel 1, zei ik ook nou, aan de ene kant als je een historisch perspectief plaatst, valt het dan mee, ja. Het is maar een paar eeuwen geleden dat ze in Amerika met bijlen en geweren naar elkaar schoten als ze het niet eens waren. En nu doen ze dat via de rechter of via de tv, dus het gaat vooruit. Maar het is gewoon niet prettig na een verkiezing natuurlijk. En dat haalt de glans een beetje ervan af. Om het rondje af te maken, meneer Halma, was u ook handdoeken aan het vouwen of deed u iets anders zaterdagmiddag? Nee, ik deed wat anders. Ik stond in de tuin op bladeren te harken. En ik hoorde het eigenlijk van mijn 17-jarige zoon, de jongste, die mij appte dat Biden had gewonnen. En ik vond dat wel geestig en ik antwoordde hem ook terug van ik hoop dat jij net zo geïnteresseerd bent straks in de Nederlandse verkiezingen in maart en in de Europese verkiezingen, als dat jij mij nu op de hoogte houdt over Amerikaanse verkiezingen. Maar het zegt dus wel iets over hoe het leeft. En ook vanuit mijn rol als Vice President of Government Affairs voor multinational heb ik een groot deel van de week de verkiezingen een beetje zitten kijken. En ik vind het echt verbazingwekkend dat CNN dan zeker overdag het best bekeken tv-kanaal van Nederland is. Dat zegt wel iets over hoe we dit volgen. Wat ging er door me heen, Jacques? Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Zoals mevrouw Oldenziel zei, het zat er wel heel dik aan te komen. En ik moet je ook eigenlijk eerlijk zeggen, ik vind de presidentsverkiezingen eigenlijk minder interessant dan de verkiezingen die nog volledig open zijn voor het congres. Want je hebt een ander systeem in Amerika als hier in Nederland. Parlement en regering zijn één en de regering komt voor uit het parlement. In Amerika zijn het echt twee verschillende partijen. Ministeries kunnen ook geen wetgeving voorstellen. Dat moet via dat congres. En met name die verhouding in het congres is heel belangrijk. Of inderdaad de democraten twee huizen winnen en daarmee Biden echt wat vleugels kan krijgen. Maar het ziet er naar uit, zeker met de spannende runoff die nog in Georgia moet komen, met notabene twee senatoren van één staat, dat is ook weer iets heel bijzonders in Amerika, dat het nog best spannend kan worden en dat het een tie kan worden. En dat zegt wel iets dan ook vervolgens over de macht die president-elect Biden heeft, of president Biden straks, om echt zijn programma te gaan uitvoeren. Dus die verkiezing vind ik eigenlijk net zo belangrijk, misschien nog wel interessanter op dit moment, dan de presidentsverkiezing en dat Biden nu gekozen is. Dan komen we begin januari nog eens even bij iedereen terug. Toch even naar het hier en nu. Bij ons hier, ik gaf het al even aan in de introductie. U bent gespecialiseerd in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten.
Wat is de rol die Europa de komende jaren gaat spelen op het wereldtoneel in het licht van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China? En denkt u dat het presidentschap van Biden in dat opzicht gaat zorgen voor een, laten we maar zeggen, paradigma shift ten opzichte van het beleid van zijn voorganger? Ja, we moeten natuurlijk als Europa altijd bescheiden zijn. Hè. We hopen een belangrijke rol te spelen. Dit is eigenlijk de vraag die altijd terugkomt, elke 4 jaar. Ik denk dat het nuttiger is om te zeggen, wat er de afgelopen 4 jaar gebeurt, is dat doordat Amerika eigenlijk weg was van het wereldtoneel, dat in dat vacuüm dat Europa een rol heeft kunnen spelen. En dan denk ik, en met name voor mij is het klimaatverdrag een hele belangrijke. Dat Europa en China elkaar hebben kunnen vinden in die onderhandelingen en in de uitvoering. Dat vind ik eigenlijk meer het interessante. Dus als we dat nou weer naar voren projecteren. Ik verwacht dat zeker in de internationale rechtsorde dat Biden de klassieke rol gaat pakken die Amerika heeft in het bouwen van heel veel bondgenootschappen. Daarin zal Europa weer een rol hebben, maar veel minder de manier waarop het de afgelopen 4 jaar heeft kunnen spelen. Want toch de plek waar als Amerika niet meer aanspreekbaar was om een medierende rol te spelen of zelfs een consulterende rol. Of een alternatieve rol. In de periode dat Biden nog vicepresident was, toen sloot zijn president, om maar even zo aan te duiden, Obama, die sloot diverse handelsakkoorden af, zoals TTIP. Verwacht u dat Biden in dat opzicht in de voetsporen gaat treden van wat dan is zijn voorganger? Ja, zeker. Ik denk dat Biden zeker zal proberen waar Obama geëindigd is, dat weer op te starten. Alleen de wereld is natuurlijk wel ook weer heel erg veranderd. In een 100 jaar perspectief, en dat kun je ook zien hoe Biden als senator startte, de klassieke rol om te proberen om China te betrekken bij de de Wereldhandelsorganisatie en China binnen te leiden in de economische orde van het Westen. En was zeer enthousiast ook met de belofte dat als naties zich op die manier verhouden tot de handel, dat daarmee ook het democratische gehalte zich ontwikkelt. Nou, dat is natuurlijk heel duidelijk dat het China van afgelopen jaar en economisch succesvol is, maar niet zich democratisch ontwikkeld. En dat wordt de president Biden, en dat gaat eigenlijk tegen zijn karakter in, zal echt snoeihard realpolitiek moeten bedrijven door de bedreiging van China als macht, als niet zozeer nieuwe macht, maar het heeft meer macht dan Amerika, om daarmee om te gaan. En Obama, toen hij kandidaat was, zei, ik zie het als mijn belangrijkste taak om het Amerikaanse volk voor te bereiden op die nieuwe rol van Amerika, waar het moet delen, de macht moet delen met anderen. Daar is hij niet aan toegekomen. Hij heeft dat wel gedaan, diplomatiek, maar hij heeft niet die rol op de voorgrond genomen. Nou, en daarin zie ik toch de uitdaging voor Biden om zowel de diplomatie weer op orde te krijgen, de internationale rechtsorde, en het harde spel met China te spelen. Dat ligt niet in zijn aard. Maar als ik u goed begrijp, moet hij dan een beetje tegen zijn persoonlijkheid ingaan. Ja, en dat is eigenlijk, ik vond het heel mooi gezegd in het vorige panel, bij Carolyn Behringer, die zei, ja, ik zou wensen voor Biden dat hij het politieke spel beter gaat spelen dan hij eigenlijk gewend is. In de zin dat Biden is natuurlijk de insider par excellence. Hij is de bestuurlijk is hij heel erg goed. Hij weet van de hoed en de rand.
Maar hij moet het ook kunnen verkopen. Hij moet ook dat op de voorgrond treden. Nou, dat, je ziet nu al, die hele transitie doet hij eigenlijk onder de radar. Doet hij zonder drama. Maar kan hij ook het harde spel spelen met China? En de werkelijkheid is natuurlijk dat in de afgelopen 4 jaar, en dat is eigenlijk al langer sinds Bush, dat China gebruik maakt van de interne verdeeldheid in Amerika. En dat is de wereld die Biden nu op zijn bord krijgt. Dank u wel. Meneer Van Helvert, ik heb het al even genoemd in de introductie. U heeft de contactgroep Verenigde Staten in 2019 opgericht met als doel om op parlementair niveau structureel contact te kunnen onderhouden met de leden van de United States Congressional Caucus on the Kingdom of the Netherlands. Waarom vond u het nodig om zo'n contactgroep in te stellen? De Tweede Kamer heeft een aantal contactgroepen met de buurlanden, met Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Toen ik woord voor de buitenlandse zaken werd, constateerde ik dat we nog geen contactgroep hadden met de Verenigde Staten. Terwijl de Verenigde Staten, het congres, wel een vriendschapscaucus, een contactgroep heeft met Nederland. Dus zij willen wel graag in contact met Nederland, maar Nederland deed dat niet, had dat niet aan onze kant. Als je kijkt naar de contacten die we met Amerika hebben, denk ik dat, dat Nederland zowel cultureel, historisch als familiair grote banden heeft. Maar dat we ook economisch natuurlijk zeer sterke banden hebben en ook militair gezien. En ja, die drieslag die zo sterk is en zo groot, kan eigenlijk geen enkel ander land op tafel leggen. En vond ik dat een goede reden om dat te doen. Daarnaast vond ik het ook prettig om meer contact, structureel contact te hebben met de congresleden. Om gevoeligheden sneller te bespreken en richting een vaste kamercommissie te kunnen leiden. En zaken die goed gaan te kunnen versterken. Omdat we het vooral deden met de twitters van de president. Dat was soms wat lastig. Aan de ene kant omdat we het niet gewend zijn om op die manier te communiceren. Maar goed, daar kun je aan wennen. Als je dat zou willen. Maar twee, ook omdat de tweets niet altijd direct hetgeen vertolkte wat de Verenigde Staten ook daadwerkelijk ging doen. En daarom was het handig om meer structureel contact te hebben met de collega's aan de andere kant van de grote plas. En hoe kijkt u in dat opzicht aan tegen de komende periode van 4 jaar? Heeft u dan de wind mee, verwacht u? Gaan er dingen stelselmatig structureel veranderen voor de contacten? Nou, in principe blijft de contactgroepen aan beide zijden ontstaan, ongeacht de uitslag van de verkiezingen, ook voor het congres. En wat wel zo is, is dat natuurlijk de wijze waarop de Verenigde Staten naar Europa kijkt, ben ik heel benieuwd of dat onder Biden zal gaan veranderen. Wat ik merk was dat onder president Trump hij toch vaak fijn vond om met bilateraal met landen te spreken en niet zozeer met een Europees blok of een EU. Wellicht dat Biden daar wat anders in staat en dat zou ook het contact met het Verenigd Koninkrijk voor Nederland weer veranderen. Want dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk toch weer zijn gezicht meer richting Europa moet keren in plaats van vooral naar de Verenigde Staten. Dus dat vind ik wel spannend. Het werk van de contactgroep blijft in principe natuurlijk gewoon bestaan onder de achte invulling van het congres. U bent Kamerlid voor het CDA. Dat is bij uitstek een Atlantische partij. De partij heeft illustere ministers van Buitenlandse Zaken voortgebracht. Ik hoef het u niet te vertellen. Van de Broek, Kooijmans, De Hoop Scheffer, een Bot. Als we even kijken naar de Atlantische verhoudingen van de afgelopen jaren. Trump was, wat je hem ook kunt verwijten, je kunt hem nageven dat hij altijd duidelijk was als het ging om bijdrage aan de NATO. Europe, we're not going to pay your defense bill. Verwacht u dat dit aantreden van Biden nu een terugkeer betekent naar oude Atlantische verhoudingen en waarden? Of had Trump misschien een beetje gelijk, moet Europa niet veel meer zijn eigen bootje stoppen op het gebied van defensie? Op dat laatste vind ik dat Trump gelijk had. En overigens zei Obama dat ook al. Alleen de toon van Trump is vaak wat anders. Hè? Als Obama uit het vliegtuig stapte, dan zwaaide hij eerst heel vriendelijk en lachte hij en zei hij wat mooie woorden. En dan ging hij aan de tafel zitten en dan zei hij, beste mensen, jullie betalen te weinig aan de grens. Trump stapt het vliegtuig uit en zegt, hey, betaal die bil van defensie eens eventjes. En dat is een andere manier van communiceren. Maar de boodschap was onder Obama niet minder. En ook Biden zal ons daaraan blijven herinneren. Ook denk ik dat we rekening moeten houden dat het ook logisch is dat de Noord-Atlantische
relatie nou niet aan kracht minder hoeft te worden, maar dat er wel een andere fixatie van de Verenigde Staten bij komt. Namelijk, het is heel logisch dat ze zich meer richting het Aziatische deel van de wereld richten, omdat dat heel enorm groeit. En daarnaast zie je ook dat de, ook demografisch gezien in aantallen, de bevolking van de Verenigde Staten verandert. Het deel van de bevolking, wat een directe link nog heeft met Europa, wordt natuurlijk in aantallen gewoon minder. En het deel van de bevolking wat vanuit een andere hoek komt, bijvoorbeeld vanuit Latijns-Amerika, dat wordt steeds groter. Dus de vanzelfsprekendheid dat Europa altijd eerst natuurlijkerwijs naar Europa zal kijken, dat wordt minder. En dat betekent dat we vanuit Europa, als wij samen willen blijven werken met de Verenigde Staten, en dat lijkt mij wel verstandig, dat wij daar wel ook heel duidelijk ons best voor moeten doen. De laatste vraag waar we het over hadden wil ik ook stellen aan Marcel Halme. We realiseren ons, hij is hier de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Hij heeft een track record in de diplomatie. Hoe kijkt u naar dit punt, meneer Halme? Ja, ik, het zal zeker een impact hebben op de verhouding met Europa. Maar aan de andere kant laten we ook niet vergeten, zowel Biden als Trump hebben duidelijk een hele zware binnenlandse politieke agenda. Op basis daarvan zijn ze gekozen. En de accentverschillen daarin tussen Trump en Biden zijn denk ik ook niet zo heel erg groot. Ik denk dat we in Europa sowieso een beetje een romantisch beeld vaak hebben van democratische presidenten. En dat kan ons nog wel eens tegenvallen. Want juist vaak zijn het de democraten. En Trump heeft natuurlijk gevraagd om fair sharing, maar het zijn eigenlijk altijd vaak ook de democraten die dat ook doen. En meer verwachten van Europa voor zijn eigen rekening te nemen voor binnen de NAVO, omdat ze duidelijk een binnenlandse politieke agenda hebben. Ik denk dat Biden inderdaad, zoals mevrouw Oldenziel al zei, veel meer de partnerrol zal willen invullen en veel meer toenadering en contact zal willen zoeken. Dat zie je ook aan de vele contacten, de relatief veel contacten die Biden inmiddels al heeft gehad in een paar dagen met verschillende staatshoofden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er weer een dialoog op gang komt en zoals Martijn van Helvert zei, niet alles via Twitter tot ons komt. Tegelijkertijd, laten we ook niet naïef zijn, hè? Biden zal zeker Amerika weer terugbrengen in Parijs, het Parijsakkoord, maar dat is als een signatory state. Het gaat er uiteindelijk om, gaat de VS Parijs ook ratificeren? En laten we niet vergeten dat zowel Clinton als Obama het ook niet gelukt is om Kyoto geratificeerd te krijgen. En het met deze Senaat vrijwel uitgesloten is dat de VS daadwerkelijk ook Parijs zal gaan ratificeren. Dat is op zich niet een hele grote ramp. De symbolieke waarde van toetreding is heel groot. Maar ook onder Trump was het vooral symboolpolitiek om eruit te stappen. Als je kijkt, hè, en wij zijn als bedrijf in behoorlijk wat Amerikaanse staten over de VS verspreid. Als je kijkt al het klimaatbeleid van veel Amerikaanse staten, dan gaat dat soms zelfs zoals in Washington State nog verder dan waar Europa is. Met climate neutral in 2045. Er zijn heel veel staten in de VS die zich eigenlijk hebben gecommitteerd aan Parijs. En dat geldt ook voor een aantal grote stedelijke agglomeraties. Dus die drive in Amerika die zit er wel in. Maar we moeten ook geen wonderen verwachten van toetreding van de VS tot Parijs. Handelsakkoorden, ja, dat was inderdaad een belangrijk ding, maar ook een belangrijk ding uit het verleden. Ik denk dat het op dit moment, ook als je kijkt naar de ratificatie in Europa van bijvoorbeeld het CETA-verdrag met Canada, en Canada lijkt me toch een hele onschuldige partner om een verdrag mee af te sluiten, is uiterst moeizaam gelopen als je kijkt naar het debat in de Tweede Kamer over handelsverdragen. Ik denk dat de tijd van de grote handelsverdragen en investeringsverdragen, want dat zat er vaak ook bij in, wel een beetje passé is. Het is zeker niet iets, als je ook kijkt naar de verkiezingsplatforms van Trump en Biden en daarvoor al van Clinton, waar ook de Democraten op dit moment heel erg warm voorlopen voor handelsverdragen. Het USMCA, hè, dat is de NAFTA 2.0, dat was belangrijk voor ze. Maar ook die heronderhandeling van Trump is symbolisch geweest. Want in de letter, in de geest van NAFTA is er eigenlijk ook niet zo bar veel veranderd. Nou ja, met het congres, ik zei het al, de congresverkiezingen zijn wat mij betreft eigenlijk bijna belangrijker dan Biden. Het congres gaat over het geld. Wij verwachten, ondanks het platform wat Biden heeft, eigenlijk in de VS niet zoveel grote veranderingen voor onze operaties. Ik denk dat Biden inderdaad wat meer aandacht zal geven aan milieuwetgeving. Dat hij ook het begrip samen met de Democraten, het begrip environmental justice,
begint weer op te doen leven. Dat heeft te maken met Sustainable Development Goals, ESG en rechtvaardigheid, sociaal, inclusiviteit, diversiteit, et cetera. Diversiteit, inclusie. Dat zal opnemen. Op het belastinggebied zullen we misschien iets gaan zien. Ik denk dat het belangrijkste terrein waar er echt bipartisan agreement is op dit moment zit in infrastructuur. Beide partijen zijn het erover eens dat in Amerika fors geïnvesteerd moet worden in infrastructuur. Wegen, spoor, havens, luchtvliegvelden. En ik denk dat daar ook zeker voor het Nederlands bedrijfsleven, ook voor ons toeleverancier van een aantal chemicaliën in die sectoren die producten, die infrastructuur aanleggen. Maar daar zie ik wel degelijk de komende jaren mogelijkheden. Daar is wel bipartisan support voor te vinden. En je ziet, als je kijkt nu alweer vandaag naar de discussie in het congres over de relief bill, de vierde relief bill, of de vijfde inmiddels voor COVID, dat er wel wat rumoer wordt gemaakt, maar dat er eigenlijk nog de partijen liggen. Ze roepen wel, we willen voor het eind van het jaar een nieuwe relief package, maar voor het eind van het jaar, als je kijkt hoe ver de partijen op dit moment uit elkaar liggen, dan is dat nog heel ver weg. En Mitch McConnell zal zeker ook zijn positie willen verdedigen daar. Ik denk dat hij weer iets meer armslag gaat krijgen nu Trump vertrekt. Hij heeft de eerste twee relief packages heeft hij zelf uitonderhandeld. Bij de derde en de vierde is hij gesidelined door Trump. Lastig pakket voor hem. Dat heeft hij laten. Trump heeft dat laten doen door Mark Meadows, de chefstaf van het Witte Huis, en Steve Mnuchin, de minister van Financiën. Maar tegelijkertijd, de vrouw van McConnell is de minister van Transport in de VS. Dus hij staat toch een beetje met zijn handen op zijn rug, dat hij niet helemaal vrij is om nu uit te varen tegen Trump. Laten we ook niet vergeten dat de Republikeinen sowieso gekozen zijn op het ticket van Trump en met de agenda van Trump. En het is ook niet, we moeten niet onderschatten, Biden heeft gewonnen, maar de steun voor het programma van Trump is nog ontzettend groot in Amerika. Dus het is een enorme brug om te slaan. En dat betekent ook dat heel veel Republikeinen toch nog een hele voorzichtige koers gaan varen. Ook de komende jaren op tal van agenda's, omdat ze uiteindelijk hun eigen herverkiezing ook niet in het geweer willen stellen. Nou, en dan last but not least. Uiteindelijk, de afgelopen jaren is er ook ontzettend veel veranderd in de rechterlijke macht in Amerika. En het rechtelijk apparaat is extreem conservatief op dit moment. De laatste benoeming in het Hoge Rechtshof is daar een voorbeeld van. Maar ook lagere hoven hebben dat. Dus ook daar, als er een aantal rechtszaken gevoerd zullen worden, zal het nog best lastig zijn, omdat je met een zwaar conservatieve macht in die rechtelijke macht zit. Ik blijf dicht bij uw huis blijven. Uw standplaats is Amsterdam-Zuidoost. De wereld is uw werkterrein, ook Amerika. Ja. Wat betekent dit voor Nourion in Amerika? Kunt u daar een kort iets over zeggen? Nou ja, voor ons in Amerika zal er, vermoed ik, niet zoveel veranderen. Omdat we al ook als Nederlands bedrijf hoge standaarden handhaven op het gebied van milieu. Verwacht ik niet dat veranderingen daar, de kleine veranderingen die ik verwacht, heel veel impact zullen gaan hebben. Wel belangrijk, denk ik, voor ons is hoe inderdaad, waar mevrouw Oldenziel al over sprak, de relatie met de VS, China en Europa vorm gaat krijgen. De grote spanning op de VS-China-lijn heeft ons als Nederlandse multinational, maar vele Nederlandse multinationals, wel degelijk geraakt. Ja, want de supply chains zijn global en veel Nederlandse bedrijven hebben ook producten, halfproducten, die zijn tussen China en de VS verschepen. Voor een deel hebben wij productieketens weten te verleggen naar andere delen van de wereld om niet geraakt te worden door het VS-China handelsconflict. Nou ja, de Chinezen laten er ook geen misverstand over bestaan dat zij deze strijd met Amerika niet alleen willen voeren. En daar Europa in zullen en willen betrekken. En dat zie je eigenlijk ook. Hè. We zijn de afgelopen jaren toch een beetje speelbal geworden in die VS-Amerikaanse relatie. En dat maakt het voor Europese bedrijven, zoals ook het onze, niet altijd even makkelijk om te opereren. Als je ziet hoe de Amerikanen ook met hun extraterritoriale sanctiewetgeving omgaan over 5G. Hoe wij, en zo zijn er tal van dossiers, waar ze ook de Nord Stream 2, waar ze toch duidelijk druk zetten op Europa, of het nou in relatie met China of met Rusland van hun is.
Dat maakt het lastig. Tegelijkertijd zoekt China natuurlijk een bondgenoot richting Amerika. En daar proberen ze Europa ook voor te paaien. Ja. Onlangs was de Chinese minister van Defensie in Europa. Ik begreep dat dat een van de eerste keren was dat hij op eigen initiatief naar Europa kwam en niet op uitnodiging. Ook in Den Haag is hij langs geweest. Ja, dat moet je toch ook wel duidelijk zien. Niet alleen om die banden met Europa aan te halen, maar ook om te laten zien richting de VS van kijk jongens, je kunt best zaken met ons doen. En daarin denk ik heeft Europa best de komende jaren ook nog wel een uitdaging om zijn eigen rol te bepalen. Met een Biden die een hele duidelijke binnenlandspolitieke agenda heeft. Met een Chinese president die een hele duidelijke eigen agenda heeft voor technologische autonomie. En ook een erkenning voor de macht die China inmiddels is. Zal Europa toch ook goed moeten nadenken over welke positie wij in dat veld willen innemen. Maar een Europese rol zal niet een automatisch gegeven zijn. Wij zullen duidelijk ook niet alleen onze eigen boontjes moeten doppen. Maar we zullen denk ik als Europa ook echt op onze tellen moeten passen. En goed moeten nagaan waar onze belangen liggen en hoe we die het best kunnen behartigen. Oké, dank u. Er komen inmiddels verschillende vragen binnen. En de eerste vraag is voor de heer Van Helvert. En dat borduurt voort op iets wat we Marcel Halma hebben kunnen horen zeggen. Hij refereerde er zojuist aan, we lijken in Nederland de Amerikaanse verkiezingen interessanter te vinden dan onze eigen nationale verkiezingen. En de vraag is, wat kan Nederland daar nou van leren? Want een betrokken burger, dat is toch wenselijk, nietwaar? Ja, absoluut. Zeer zeker. Overigens is de opkomst bij de verkiezingen in Nederland altijd hoger dan die in de Verenigde Staten. Dus in die zin is dat wel het geval. Maar het interessante aan de Verenigde Staten is natuurlijk bij de verkiezingen de winner takes it all. Dat is natuurlijk leuker om naar te kijken. Ik bedoel, als je de verkiezingen wint in een staat, heb je gewoon alles. Als je in Nederland de verkiezingen verliest, zit je nog met een heleboel Kamerleden in de Kamer. Snap je? Dus, dus dat maakt het echt wel dat er een groter verlies is voor iemand bij elke verkiezing in elke staat. En daarom is het natuurlijk interessant om te kijken voor mensen. Dus ik denk dat het grote verschil is. Moet ik dus wel zeggen, disclaimer, het is leuk om naar te kijken. Aan de andere kant, de betrokkenheid van de kiezer in Nederland is dus wel vele malen groter dan in de Verenigde Staten. Ik zou daar nog iets aan willen toevoegen, want het is... Ik ben heel blij dat de heer Halma dit naar voren brengt, want dit is ongeveer elke keer als ik als Amerika deskundig word binnengerold met studenten, is precies dit wat ik zeg. Hoe komt het nou dat wij meer geïnteresseerd zijn in die Amerikaanse kiezingen dan in onze eigen kiezingen? En ik denk toch dat het blijft toch ook een show. Het is natuurlijk ook geproduceerd in Amerika in een medialandschap met allerlei spelelementen. Dus dat moet je niet onderschatten. En historisch is het gezien is het zo dat we natuurlijk als klein land naar onze grote broer kijken. En vooral onze eigen identiteit bepalen om vooral te kijken wat zijn we niet. We kunnen naar Amerika kijken van die rare jongens in Amerika, zo doen wij niet. Of toch... of bewonderend. Dus er is een projectie gaande. Dus de vraag die gesteld wordt, wat kunnen we ervan leren? Nou, eigenlijk kunnen we er niks van leren in de zin dat we naar onszelf moeten gaan kijken. En die ongelooflijke aandacht voor het Amerikaanse systeem op onszelf moeten toepassen. Dat zou voor mij de les zijn. En dat dus minder Amerika discussies en meer Europa discussies. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Dank u wel voor de antwoorden. Wij krijgen inmiddels verschillende vragen binnen en ik wil alle deelnemers erop wijzen. Ze zijn van harte welkom, dus als u een vraag heeft, stel hem op via het dashboard. Een andere vraag die wij kregen, en die zou ik toch ook in eerste instantie eens even willen stellen aan mevrouw Oldenziel, maar ik kan me voorstellen dat de andere panelleden daar ook wel op willen reflecteren. Het gaat over populisme. Het gaat over populisme, want met Trump kreeg het populisme, dat natuurlijk al heel lang aanwezig was, een gezicht en was het grijpbaar. Hoe voorkomen we nu dat het wederom onzichtbaar wordt en dat we straks opnieuw worden verrast? Mevrouw Oldenziel.
Nou, ik zou graag dat populisme nog verder willen definiëren. Want het is natuurlijk een fenomeen wat we in de hele westerse wereld, ook in onze in Europa zien, als we kijken naar Hongarije en dergelijke. Maar wat bijzonder wel is in het Amerikaanse landschap, dat op zich de beweging zelf niet heel bijzonder is, maar wat je wel ziet is dat de aanhangers van Trump, die worden nog steeds meer gedefinieerd door een opleiding. Dus het gaat over mensen die niet een hoge opleiding hebben. Dat is eigenlijk wat een Trump-aanhanger het meest definieert. Maar dat betekent niet, hè, dat hebben we 4 jaar geleden, waar alle analyses gingen over de Rust Belt en de mensen die achtergelaten zijn door de globalisering. Het zijn wel mensen die een hoog inkomen hebben. Hè. Dus gemiddeld hebben de Republikeinse aanhangers hebben een hoger inkomen dan bij de Democraten. Het ligt bij de Democraten uit elkaar. Wat kun je hier nou van leren? Ik denk dat een Biden-presidency laat zien dat de experts weer aan de macht komen. En dat kun je positief of negatief zien. Ik denk zelf dat de meeste kiezers, hebben ze ook voor gekozen, rust willen. En juist wetenschap toch belangrijk vinden. Bestuurlijke kracht belangrijk vinden. Het is alleen niet sexy. Dus dat is wel iets waar Biden mee moet leren omgaan en waar wij ook in eigen achtertuin mee moeten omgaan. Dat technocraten hebben een hele slechte reputatie historisch gezien, al een halve eeuw. He, dus het gaat om, je moet toch veel beter articuleren waarom een overheid belangrijk is, waarom regels belangrijk zijn, waarom politiek noodzakelijk is, waarom bestuurlijke slagvaardigheid belangrijk is. Dus daar zie ik voornamelijk de tweedeling. Van je moet uitleggen aan de mensen die minder zich deel voelen bij het politieke proces, dat ze wel deel zijn. Dat is de opgave. Hoe gaat dat is zowel in Amerika als in Nederland. Of Europa. Helbert, hoe gaat u dat doen? U bent kandidaat, u staat op een niet verkiesbare plek. Nee, ik ben bij meneer Van Helvert op dit moment gehouden. Ja. U bent kandidaat op een niet verkiesbare plek, maar dat kan wel veranderen misschien als u uw lobby goed voert binnen de partij. Hoe benadert u zo'n vraag over populisme? Ja, allereerst of het een verkiesbare plek is of niet, dat hangt af van de uitslag. Ik denk dat wij best nog een zetel of 27 of 30 kunnen halen. De verkiezingen zijn nog ver weg. En onze partij heeft de ellende gehad van het lijsttrekkersverkiezing en het maken van het programma. Dus dan is het heel verkiesbaar. Daarnaast, ik ben wel een aantal keren bij de verkiezing in de Verenigde Staten geweest om te kijken hoe men dat daar doet. Ik heb daar een aantal dingen van geleerd. Ik moet niet gelijk kopiëren, maar wel dingen willen leren. Dus de grassroots methode, het persoonlijk vragen van je kiezer, ken je kiezer, zou ik dat willen vertalen naar het Nederlands, dat werkt. Ik heb dat de afgelopen keer bij mijn campagne ook gedaan en daar haal je dus gewoon, ik heb ook de voorkeurszetel gehaald daarmee. En daar ben ik nou ook de afgelopen 4 jaar mee bezig. Ik begin de campagne niet nu, maar ik bedoel, ik heb elke maandag op de markt in Sittard, waar ik woon, in het café spreekuur gehad van 10 tot 12. Mag iedereen komen en elke dinsdagavond digitaal spreekuur van 9 tot 10. Dus, maar dat doe ik al 4 jaar lang. Nu zal ik dat ook gebruiken om mensen heel persoonlijk te vragen van mag ik weer op uw stem rekenen om te zorgen dat de zetel wettelijk gewoon verzekerd is, ongeacht de uitslag van je partij. En het gaat ook lukken. U bent, we gaan u er aan houden dat we op 18 maart dat de CDA doorgroeit naar 27. U heeft er allemaal ook een rol in, hè? Dus het is niet iets wat ik in mijn eentje moet doen. Het zijn vooral kiezers, dus daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid hier. Meneer Halma, nog even uw antwoord op deze vraag over populisme, wat we in Amerika hebben gezien, maar wat we ook in Nederland hebben gezien. Je zou de vraag ook zo kunnen vertalen. Biden, de niet-populist, heeft gewonnen. Even heel kort door de bocht. Is dat een voorbode van de uitslag in Nederland? Krijgen we weer een beweging naar het midden?
Nou ja, ik denk dat je niet in Nederland kan zeggen dat de populisten hier gewonnen hebben. Absoluut niet. De populistische partijen in de Tweede Kamer, dat geldt ook voor een hoop andere Europese landen. Frankrijk misschien, hè, de Front National is vrij groot nog altijd. Maar het is een factor van belang. En ik denk dat het een probleem van de hele westerse wereld is. Hoe zorg je dat die grote minderheid die populistisch stemt en verleidbaar is voor die populistische politiek, hoe breng je die weer terug in het grotere geheel? En ik weet niet of een meer technocratische regering daarbij gaat helpen, of dat je dat anders moet aanpakken. Maar ik denk dat de uitdaging voor alle landen in het Westen is om enigszins uit het frame te komen. En dat zal voor een deel ook zal daar het antwoord uit het politieke midden moeten komen. Ik denk dat de kiem voor het populisme voor een deel ligt in het feit dat een hoop kiezers en stemmers zich niet meer herkennen of niet meer verbonden voelen met de politiek. En dat heeft het grote politieke midden, ook in Nederland denk ik, de grote traditionele partijen als PvdA, CDA, VVD, hebben dat toch een beetje laten ontstaan hoe aan de linker- en de rechterkant partijen zijn opgekomen. Nou, dat zie je in alle Europese landen. Ik denk dat voor een deel Trump ook het resultaat is van decennia politiek en wat daarvan gekomen is. En ook de Republikeinse Partij, die blijkbaar een platform was die niet in staat was om een tegenkandidaat van voldoende kaliber neer te zetten, waardoor Trump kandidaat werd. Maar ik denk dat daar de uitdaging ligt. Hoe zorg je dat je de zaak weer terug bij elkaar brengt? En dan zul je ook iets moeten gaan doen met de wensen en de noden die er leven. Deel van het volk wat populistisch stemt. En nogmaals, ik zei het in het begin ook al, Trump heeft niet zwaar verloren en de inzet van de Democraten dat zij met een enorme landslide zouden gaan winnen, als je kijkt hoe de uitslag is, dan is het grosso modo president toch een beetje 50-50, 75-70. Er is een verschil, maar 70 is niet te onderschatten. De Senaat zal verdeeld zijn. De meerderheid in het congres van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden is kleiner geworden. Kortom, men zal in Amerika er iets mee moeten doen, maar dat geldt net zozeer voor Europa. Toch die populistische partijen hollen het een beetje uit. Wij merken dat in het bedrijfsleven ook. Bedrijfsleven bashen, dat wordt steeds gewoner. Het doet me ook deugd als ik dan zie dat de ondernemingsraden recent ook van 13 grote Nederlandse ondernemingen, waaronder ook de onze, gezamenlijk met de vakbonden een brief hebben geschreven, ook aan de politiek, waarbij ze toch ook waarschuwen van ja jongens, leuk en aardig in Den Haag, maar vergeet niet dat er wel een heleboel werkgelegenheid hier aan zit. Dus graag wel een evenwichtige blik op een aantal onderwerpen. Maar de tegenhanger van die beweging is dat in alle partijprogramma's, zelfs in die van de VVD, nu wordt gezegd, het moet maar eens over zijn met die doorgeschoten marktwerking. Ja, maar als ik nog, we praten nu heel erg over populisme, het probleem van populisme, maar ik zou toch het willen omdraaien, is dat het positieve nieuws denk ik van een Trump is, dat hij zichtbaar heeft gemaakt dat onzichtbaar is gebleven, hè, waar we het eerder ook wel hadden, maar vooral, wat zijn onze kernwaarden? Hè, want het gaat niet alleen over populisme, maar wat Trump heeft gedaan in een verdere uitwas, is de ondermijning van de rechtsstaat en van democratische waarden. Dus het is meer dan alleen maar een populisme. Het is echt de uitholling en een partij, een Republikeinse partij, die ervoor gekozen heeft om achter hem te gaan staan om de macht te behouden. En ik denk dat aan deze kant van de oceaan, dat zien we ook al in de verkiezingen uitslag, dat we allemaal moeten reflecteren op, ja, maar wat is nou echt belangrijk? En dat betekent dus dat de politiek opnieuw elke dag weer moet zeggen dat democratie een werk in uitvoering is, wat de waarden zijn, dat gelijk zijn voor de wet, dat de democratische waarde inhoudt, dat het verdediging gaat van minderheden. Alleen dan kan je zeggen dat je democratisch bent. Dus ik wil ook de positieve zaken benaderen, dat er is ook een moment van waarheid. Daar gaat het uiteindelijk over. Ik ga niet zeggen over
hoe optimistisch ik ben over hoe dat, hè, wat de uitkomst is. Maar als, ik wil even een herinnering brengen. In 2000 zei hij, ach, nou ja, en heel veel verkiezingen. Maakt je vooruit of de een of de andere partij wint. Het is toch allemaal politiek, het is toch allemaal hetzelfde. Nou nee, hè, verkiezingen hebben wel degelijk consequenties. Het gaat over bepaalde waarden. Dus dat vind ik, zo fungeert Amerika als een... als een projectiescherm en we zitten ook naar onszelf te kijken. Maar over projectie gesproken, Amerika krijgt nu voor het eerst een vrouwelijke vicepresident. We hebben het ook in de eerste deel van het panel gehoord, een enorme uitstraling al heeft in het land. Wat betekent dat als we toepassen op Nederland? Er is een Kamala Harris effect, zelfs bij het zesjarige dochtertje van een van de panelleden in deel 1, krijgen we ook een Sigrid Kaag effect. In diezelfde mate. Ach, mogen de heren antwoorden? Nou, wat ik wel zie is dat, dat het heel terecht is dat in Nederland daar wel veel aandacht voor is. Want toen ik aan de ambassadeur van de Verenigde Staten vroeg, ik denk ongeveer een jaar geleden, ik zeg, wat valt u nou op aan Nederland? Toen zei hij dat jullie gewoon verschrikkelijk conservatief zijn. Naar buiten toe doen jullie de hele wereld alsof jullie heel liberaal zijn en ook heel altijd voorop lopen in een aantal zaken rondom mensenrechten. Zeg maar, als ik hier als ambassadeur spreek met de directeuren, de bazen in Nederland, zijn het allemaal mensen die uitzien als ik. Dat zijn mannen boven de 55 die een beetje te dik zijn en vooral man zijn. En hij zegt dat is nog steeds ook in Nederland mainstream. Dus dat daar heel duidelijk echt een beetje meer druk zit, behoorlijk meer druk zit op meer vrouwen, ook in politieke functies, is van groot belang. Ik ben dus ook blij aan één kant dat wij in onze CDA-lijst, die bij de top 20, dus ook 50% mannen en 50% vrouwen hebben. Nadeel is dat ik daardoor zelf van de plek 24 ben gezakt, maar dat is helemaal niet erg. Ik kom er wel in, zei ik net wel. Maar het idee dat dat daar aandacht voor is heel erg goed. En ik denk, als het wel je enige asset is dat je vrouw bent, denk ik wel dat dat in Nederland niet genoeg is. Dus ik vraag me af of je daar politiek zien qua campagne te veel op moet inzetten. Van ik ben een vrouw, dus stem op mij. Want dan krijg je denk ik in Nederland ook te veel mensen die zeggen, ja nee, dat vind ik ook weer net niet genoeg. Dus er moet wel wat meer af zitten. En was dat uw verhaal richting Mona Keijzer of is dat nu uw verhaal richting Sigrid Kaag of beide? Nou, ik ga vooral over de kandidaten die bij ons op de lijst staan. We hebben op plek 3 een hele sterke dame uit Brabant, de voorzitter van het CDA Brabant. Op plek 4 hebben wij Anne Kuik vanuit Groningen staan. En ik roep haar gewoon op dat ze vooral laten zien dat zij zo goed zijn als het gaat om het vertegenwoordigen van het volk. En zou ik echt niet alleen roepen van ik ben een vrouw, dus stem op mij. Want dat doen ze zichzelf tekort. Het zijn zo'n sterke politici, die twee dames. Op plek 3 en 4. Dan moet je dus niet gaan, juist niet gaan roepen dat je vrouw bent, maar vooral dat je goede politicus bent. Lijkt mij, maar goed, ik zeg het als man, maar u vroeg het ook aan mij. Dus ik denk dat dat wel, en dat je daarmee ook echt wel stemmen kunt halen bij mensen, te laten zien wat je gewoon gaat doen en dat je daar goed in bent. Nu ik toch nog even bij u ben, meneer Van Helvert. De dag na de verkiezingen plaatst het CDA een grote advertentie met een foto van Trump, met een foto van Biden. En daarbij werd het Nederlandse midden, lees uw partij, heel erg sterk gepositioneerd. Maar u krijgt de druk in het midden, want zo'n beetje elke partij verklaart zich nu tot middenpartij. VVD schuift naar links op. De PvdA is echt niet zo links meer als in de jaren 70 onder Den Uyl. D66 kiest per traditie het midden. Het is gezellig dicht bij elkaar in het midden. Maar hoe kun je dan onderscheiden als je allemaal van het midden bent? Ja, dat klopt. Dat is ook best wel lastig. En ik denk dat dat ook wel een reden is waarom men in Nederland vaak het politiek minder interessant vindt om naar te kijken. Hè? Omdat het natuurlijk soms toch een beetje allemaal op elkaar lijkt. Wat je wel ziet als het gaat om mensen kunnen in het midden noemen. Maar als je dan toch kijkt dat, als we het hebben over populisme, op sommige plekken, ook echt bij een aantal middenpartijen, dat hier en daar wel toeslaat. Ik noem maar wat bijvoorbeeld als je het hebt over een handelsverdrag met Canada. Ik bedoel, we hebben met z'n allen 75 jaar bevrijding gevierd dit jaar. Canada heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En als bij sommige partijen die zich wel door het midden voelen behoren, zij niet durven verdedigen dat zij willen handelen met Canada, dan vind ik dat toch ook wel weer schokkend. En dan kun je zeggen, ja, ik vind dat niet goed aan het handelsverdrag, of dat niet goed aan het handelsverdrag. Natuurlijk, dat mag altijd. Maar als we op verjaardagsfeestjes als
politici niet meer bereid zijn om te zeggen, nou, het is misschien niet het perfecte wat ik had gewild, maar een verdrag met Canada is mij altijd wel nog meer waard dan geen verdrag. Dan denk ik dat we daar wel ook een uitkomst hebben. En er zitten ook een paar partijen bij die u net noemde, die dus zeggen in het midden te zijn, maar dus niet durven te verdedigen dat ze willen handelen met Canada. Een van onze bevrijders. Het CDA is het echte midden, zegt u eigenlijk, meneer Van Helvert. Nou, ik vind het wel mooi om altijd vanuit het midden, ik werk vanuit het midden, zo zou ik het willen zeggen. En ik zeg ook altijd, wat ik wil bereiken is, ik denk dat er wel behoefte is aan een partij die wil verbinden het uiterste links en het uiterste rechts. Want als wij in de Kamer alleen maar blijven schreeuwen naar elkaar, waarom die andere kant niet deugt, ja, dan kom je uiteindelijk er niet. We zullen het toch samen moeten doen. En dat zie je ook wel weer een nadeel van de politiek, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, of zie je ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, dat als je dus te veel polariseert en de politici voor een achterban niet meer een stapje durven te zetten richting dat midden, dat gewoon ook wel besluitvorming behoorlijk kan blokkeren. Ik denk dat we daar in Nederland ook niet zo van zijn. Hè. Er zit ook cultuur en historie achter en dat wel heel prettig is. Met het oog op de tijd ga ik even een andere vraag doornemen. Dan ben ik terug bij Marcel Halma. Met een wat andere invalshoek. Het lijkt evident dat Biden zijn handtekening weer gaat zetten onder Parijs. U zei er net ook iets over. Kortom, klimaat komt linksom of rechtsom hoog op de agenda. Veel hoger dan de afgelopen jaren. Wat betekent dat voor Europa? Maar wat betekent dat ook voor het bedrijfsleven? Is dat een stimulans? Kan het ook een bedreiging zijn voor het bedrijfsleven? Ik verwacht niet zozeer dat het een bedreiging zal zijn voor het bedrijfsleven. De trend internationaal is duidelijk. Europa heeft zijn vlag geplant 2050. China 2060. Japan heeft het recent gedaan. Canada. Ik denk als je als een globaal opererend bedrijf dat niet zo verandert. In de Verenigde Staten moet je niet vergeten dat de federale overheid inderdaad best wel wat te zeggen heeft, maar ook niet alles. Er zijn een hoop zaken, ook executive orders die Trump getekend heeft over zaken waar hij überhaupt niet over ging, of waar het geld in het congres lag. Maar hij heeft ook zich bemoeid met zaken die eigenlijk gewoon bij de staten horen, en dat zie je ook in zijn hele COVID-aanpak terug. Hij bemoeit zich met zaken waar de federale overheid helemaal niet over gaat. Dat geldt voor een deel voor klimaat ook. Een aantal staten, zoals ik zei, zijn al behoorlijk ver met een klimaatagenda. Ja, Biden gaat daar niet veel aan veranderen, want Washington State bijvoorbeeld heeft al, California, New York State, hebben al behoorlijk geavanceerde agenda's als je het hebt over klimaat, CO2-reductie. Dus dat zal niet zo'n groot verschil materieel on the ground maken. Ik denk dat het wel, het internationaal klimaatverdrag en de top die volgend jaar in Edinburgh gaat plaatsvinden onder Britse leiding, dat die weer een nieuwe impuls krijgt. Het wordt wat moeilijker ook weer voor andere landen om free rider te zijn. Het is heel belangrijk dat de VS met 15% van de CO2-uitstoot in de wereld gewoon weer partij is van dat internationale regime. En wat ik vooral ook hoop is dat, mevrouw Oldenziel zei dat in het begin ook al, kijk, Trump heeft zich een tal van internationale regimes teruggetrokken. En dat zijn veel regimes die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben opgezet, waar heel veel standaarden en normen in geregeld zijn. Nou, je weet dat een groot deel van de wereldhandel al richting Azië-Pacific gaat. Als we dat inderdaad op zijn beloop laten, dan zul je zien dat landen als China, India steeds vaker in dat gat stappen. En dat we op de langere termijn steeds meer met internationale regimes die vanuit die hoek zijn gedefinieerd te maken zullen gaan krijgen, dan dat we er zelf grip op hebben. En in dat opzicht hoop ik dat de toetreding tot Parijs belangrijk is. Ik hoop ook tegelijkertijd, want Parijs is niet het enige, ik hoop ook dat Biden de benoeming van rechters in de WTO niet langer blokkeert, want ook de WTO heeft op dit moment een arbitragehof wat lam geslagen is omdat er geen quorum is. En zo zijn een tal van internationale regimes, de WHO-toetreding, ook denk ik een hele belangrijke, waar Biden heeft gezegd, ik ga weer terug. Ik denk dat signaal vanuit de Verenigde Staten een heel krachtig en belangrijk signaal is dat zij weer op internationaal niveau de zaken met elkaar willen gaan bespreken. En ja, voor internationaal opererende bedrijven zal het dan wat er in de VS zelf gebeurt niet zoveel schelen. Omdat ik verwacht, nou ja, wat ik zei ook, met die verhouding in het congres, heel veel ambitieuze plannen die Biden heeft, kan hij uiteindelijk niet gaan uitvoeren omdat hij daar niet het geld en de bevoegdheden van zal krijgen van het congres.
Meneer Van Helvert, even het punt van klimaat. Afgelopen jaren zijn er door het huidige kabinet, onder andere met steun van CDA, stappen gezet. Volgens velen in dit land nog niet betekenisvol genoeg. Wat er nu gaat gebeuren in Biden is dat een soort bakenfunctie voor de Nederlandse politiek. Komt er een versnelling, denkt u, in de nieuwe kabinetsperiode? Maatregelen zijn niet verregaand genoeg voor volgens veel mensen, absoluut. Aan de andere kant kunnen we wel ook zeggen dat er nog nooit zo'n verregaande maatregelen zijn genomen in Nederland. Dus het is wel een hele duidelijke stap. Ik denk dat die trend zich ook voortzet en lijkt me heel verstandig. Maar of dat door Biden komt, weet ik eigenlijk niet. Want ik denk dat Europa ook zonder de Verenigde Staten best zelf wat stappen in kan zetten. En Nederland ook. Dus dat zie ik. Ik denk eerder dat misschien Biden wordt meegetrokken door wat we in Europa doen op dit vlak, denk ik eigenlijk. Eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat we goed... Ja, denk ik eigenlijk wel, ja. Schat ik zo in. Maar misschien dat andere panelleden kijken dat misschien meer van buitenaf. Maar dat zou mijn indruk zijn. Ik heb niet het idee dat Biden ons op sleeptouw moet nemen op dit punt. Nou, dan het laatste woord daarover aan mevrouw Oldenziel. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, en dat is inderdaad zo. Kijk, het is niet zo dat door de toetreding van of terugkomen van Amerika voor Parijs, dat daarmee Parijs gered is. Zo is het helemaal niet. Het is omgekeerde zin dat door de afwezigheid van Amerika, Amerika achterloopt in het vormgeven van waarin de richting van Parijs. Het is toch een mondiale overeenkomst en daarom stipte ik al aan, China heeft een vrij ambitieus klimaatdoelstellingen. En in die zin zitten Europa en China veel meer op één lijn als het gaat over de Parijsas. Maar goed, zoals Marcel Halma al aangaf, er zijn andere assen waar er concurrentie is over de supply chain. En dus dat blijft in zekere zin kunnen we ook zeggen, van verandert er veel of niet? Je kan zeggen, nou, teleurstellend misschien veel minder dan we zouden hopen onder Biden. Aan de andere kant vind ik daar ook juist de winst in zitten, dat het zal allemaal bescheiden zijn, het zal stabieler zijn en misschien is dat wel de allergrootste winst. Dat we terugkeren naar het oude normaal en dat niet met veel fanfare is, dat moeten we omarmen. Dat is wel moeilijk verkoopbaar, maar dat is en niet zoveel ratings en niet zoveel aandacht op CNN. En daarmee zullen we het moeten doen, hè? Met de nieuwe saaiheid. Tot slot ook een vraag aan u, en dan borduur ik voort op wat ik in deel 1 van dit webinar heb gehoord. Er werd door de deelnemers van deel 1 al gesproken over 2024, ook in relatie tot Bidens herverkiezing. Vrij prematuur, maar hoe waarschijnlijk is dat naar uw idee? Is dat een vraag aan mij? Zeker, zeker. Ik weet niet hoe gezond Biden is. Ik vind meer interessant de conclusie dat Kamala Harris een hele bijzondere vicepresident zal zijn, omdat ze expliciet, er wordt openlijk over gesproken, voorbereid wordt op opvolging. Biden heeft gezegd dat hij een one-term president is. Nou, daar geloof ik niks van. Als hij er eenmaal zit en het gaat goed, zal hij ongetwijfeld ook een tweede termijn doen. En dan wordt er een verleiding groot om een derde termijn met Kamala Harris aan te breien. En verder is het echt speculatie. Ik vind dat verder niet zo heel zinvol. Dank u wel. Ja, ik ben dat eens ook. Ik denk niet dat het zozeer overgaat of Trump zich wel of niet kandideert en wat er met Biden gebeurt. Ik denk wel dat een belangrijk gegeven de komende jaren is en ook richting 2024, dat Trump er wel in is geslaagd en ook de Republikeinse Partij om op die agenda heel veel stemmen te krijgen. En dat zal zeker zijn impact hebben in 2024 weer. Dat kun je niet nu wegpoetsen, nu de Democraten hebben gewonnen, dat allemaal opzij geschoven kan worden. Dat blijft de komende jaren als een zwaard van Damocles over de Amerikaanse politiek hangen. Nou, wij spreken elkaar in 2024, maar wellicht al eerder weer. Wij gaan er een eind aan breien, mevrouw, mijn heren. In de eerste plaats wil ik u, Rut Oldenziel, Marcel Halma en Marcel van Helvert, hartelijk danken voor uw inspirerende bijdrage. Wij zijn een stuk wijzer geworden als het gaat om de invloed van Joe Biden als 46e Amerikaanse president
op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hier in Nederland, maar ook iets breder in Europa. Daarnaast wil ik uw deelnemers hartelijk danken voor uw bijdrage. Er was sprake van een prettige, levendig vraag-antwoordspel. Dat was precies onze bedoeling. Ik dank Logeon, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, als mede-organisator van dit webinar. En tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan mijn collega's Rens Koele en Annemiek Smelting. U heeft ze niet gezien, maar neemt u van mij aan, achter de schermen hebben zij ervoor gezorgd dat dit webinar een succes is geworden. Ik wijs u nog even op dat het webinar is opgenomen. En u krijgt van ons een link naar de replay, zodat u desgewenst alles nog een keer kunt terugluisteren. Nogmaals dank aan u allemaal en ik wens u een heel fijne avond. Veel dank. Dag. Tot ziens.